Verstand komt bij mij met de jaren. Nou, dat had ik al redelijk op tijd. Hoor. Dus dat heb ik ook bewezen in mijn leven dat dat op tijd aanwezig was. Ik begin steeds meer een politicus te worden. Nee, maar ik heb wel heel veel bestuurlijke ervaring gekregen. Maar dat woord, dat stempel politicus wil je niet, hè? Nee, ik denk ook niet dat dat past bij mij. Maar ik weet wel hoe het spel gespeeld wordt. En ik heb heel veel ervaring ondertussen. En natuurlijk, ik wil heel graag samenwerken. Nu moeten ze me wel serieus nemen. Dat hadden ze eigenlijk al eerder moeten doen. Maar ik maar denk ze dat deden het niet, hè? Ze komen er niet meer omheen. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Ja, vind ik wel. Want iemand die netjes zijn hondenpoep opruimt, waarom zou je die niet belonen in plaats van straffen? En kattenpoep gaan we keihard aanpakken. Nou, dat is een overlast wat ik bespreekbaar heb gemaakt. Nou, het schijnt nogal te leven in de samenleving. En ik vind dat je met elkaar moet samenleven en dan ook rekening moet houden met je buren. Thierry Baudet is een goede vriend van mij. Dat is een hele goede kennis van me, ja. Dat is wel weer iets minder dan een vriend. Ja, maar vrienden, ik heb heel veel contacten in Den Haag. En Thierry is daar een belangrijke van. En het is ook de tweede partij in Nederland in de peilingen nu. Dus je moet je netwerk goed op orde hebben. Ja. Goed, Hans Smolders. Hij reed met, je weet nog wel, hij reed met Pim Fortuyn het land rond toen deze tragisch werd doodgeschoten daar op het Mediapark in Hilversum. Zo kwam hij in de politiek terecht. Boos tegen de gevestigde orde, de luis in de pels. En de afgelopen jaren was zijn toon milder. En nu lijkt hij klaar voor het wethouderschap. De Tilburgers zien dat in elk geval wel zitten. Ze maakten van zijn partij de grootste partij. Tilburg, grootste klapper daar. Het was de gemeente waar D66 het grootst was. Die partij houdt 9 zetels. Maar kijk eens naar Hans Smolders. Verdubbeld van 5 naar 10 zetels in Tilburg. Omdat het een positieve, goede man is en die heeft gewoon een hart voor Tilburg. Dus ja, vandaar dat hij mij een stem heeft gekregen. Ach ja, dat is weer eens wat anders. Het is heel sociaal voor de Tilburgers. Dus hij komt op voor de mensen die hier wonen. Hij hoort toch ook bij ons een beetje bij Tilburg. En daar ken ik hem eigenlijk ook van. Dus ik hoop dat hij wat hij zegt, dat je ook een beetje kan waarmaken. Ja, daar komt het nou wel op aan, hè, Hans, waarmaken. Ja, dat is wel heel goede koop om dat nou zo te zeggen. Ik heb de afgelopen 12 jaar al heel veel waargemaakt. Ik had een oppositierol. Nou ja, vriend en vijand is erover eens dat ik die goed heb gepakt. Maar er hebben nu ik meer... ga nu in een coalitierol en dan ga ik het zeker waarmaken. Ja, er hebben nu meer mensen dan ooit op jou gestemd. Die ja, mensen verwachten nu iets van je, natuurlijk, toch? Maar laten we wel wezen. In het verleden hebben politieke partijen het ook waar moeten maken. En uiteindelijk zijn er een aantal die dat niet gedaan hebben. En daarom zijn wij ook in actie gekomen om in de politiek te gaan. Hoe heb jij het hart van zoveel Tilburgers weten te winnen eigenlijk? Door gewoon mezelf te blijven, maar wel dicht bij de burgers te staan. Ik zit in die haarvaten van alle wijken. We hebben in Tilburg een aantal wijken waar we echt onderhand eens aandacht aan moeten gaan besteden. Bijvoorbeeld Tilburg Noord. Ja, daar hebben we allerlei notas gemaakt en een taskforce en nu hebben we weer een pact. Maar die stapel papier, ja, daar moet het niet van komen. Dat is de papieren werkelijkheid. Maar hoe zit jij in die haarvaten dan? Hoe werkt dat? Ja, mensen pikken dat op. Ik heb heel veel vertrouwen in alle wijken. En die mensen die willen dan ook wel zien dat je er direct bent. En dat ga ik waarmaken. Precies wat die mevrouw zegt, ik ga dat waarmaken. Maar dan moet je wel de kans krijgen. Maar jij bent een Tilburger, dus je kent de stad op je duimpje. Ja. Ik bedoel, kom je dan ook op andere plekken dan alleen in de raadzaal? Nou, juist wel. In de raadzaal ben ik natuurlijk ook zeer aanwezig. En dat heeft iedereen ook kunnen zien in de debatten. Maar dat is eigenlijk voor mij niet zo moeilijk. Want in het land der blinden is één oog koning af en toe. Maar in de wijken, daar moet het echt gebeuren. In de wijken, daar moet je weten wat er speelt. En dan moet je snel oplossen. Want op het stadhuis is men met grote zaken bezig. Maar juist die burgers, die houden zich bezig met de zaken die in hun omgeving spelen. He, overlast, veiligheid. Als het onkruid wordt op je enkel staat, tot aan je enkel staat. En dan ga jij naar het gemeentehuis om dat op te lossen. Maar dat moet gewoon snel opgelost worden. Bijvoorbeeld het boeketje, dat bloemenwinkeltje. Ja, dat klopt. Waar zit dat ook weer aan? Nou, dat zat op het Pieter Vredeplein. Ja. En de grote ontwikkelingen hadden bijna die bloemist die er al 50 jaar zit, bijna van het Pieter Vredeplein afgeveegd. Kijk, daar staat hij, hè? Ja, dat is de eigenaar. En die familie zit al 50 jaar op het Pieter Vredeplein. Nou ja, als je dan eigenlijk zonder daar in goed overleg hem alleen maar een brief stuurt van je moet van het plein af naar 50 jaar. Ja, dat kan gewoon niet. En ja, daar hebben we een actie op touw gezet, want dat kunnen we natuurlijk ook goed. Net zoals de SP. En je hebt hem kunnen helpen. En hij is blij, zo te zien. En jij kreeg, ja. Die bloemen waren voor jou? Of? Nou, die heb ik wel gekregen, ja. Maar ik heb zo tientallen zaken in Tilburg opgelost. Dit is dan best wel een redelijk, vind ik, een iets grotere. Maar ik heb nog
grotere zaken opgelost. Maar ook in het culturele veld wou men een cultureel ondernemer... wou men ook uit de spoorzone hebben. Nou ja, daar heb ik ook weten tegen te houden. En zo tientallen zaken... Maar dat is toch niet uniek voor een partij als Hans Smolders? Dat doen jullie toch ook in Eindhoven, of niet? Of fiets jij niet door de stad en verzamelt problemen? Ja, jawel. Alleen ik denk wel dat hetgene waar wij als GroenLinks flink op gewonnen hebben... en toen wij langs de deuren gingen en verhalen ophaalden... is dat wij ook wel een stevig verhaal hebben op de grote problemen die op ons afkomen. De grote uitdagingen. Als het gaat over klimaat, als het gaat over schone lucht. En dat dus gaat net iets verder dan onkruid in een wijk, zeg je dan? Nou, ik durf zelfs te zeggen dat onkruid in een wijk... goed maaibeleid is niet altijd per se goed voor de biodiversiteit in de stad. Dus Rick, is dat? Nee, of dat zijn ben jullie ik dat? Niet. Nee. Nee, dat is volgens mij van een campagne 4 jaar geleden... Oh, het is wel een GroenLinks campagne. Het is wel een GroenLinks campagne om de biodiversiteit in de wijken te verbeteren. Dus jullie komen ook wel ja, in de wijken. Nee, zeer zeker. Vind jij politici vaak wereldvreemd, Hans? Nee, maar de grote lijnen, de grote lijnen moet je natuurlijk sowieso wel in kaart hebben. Maar die gaan vanzelf. Maar in die wijken, daar zul je ook, als het gaat om zwerfafval... of om allerlei veiligheidsmaatregelen in bepaalde wijken... Nou, dan moet je bovenop gaan zitten. En als er verloedering plaatsvindt op een of andere manier... Nou, dan moet je snel actie ondernemen. Maar ook niet alleen de stenen en het materialisme... maar ook achter de voordeur, er zijn heel veel sociale problemen. En als mensen je vertrouwen, dan kom je verder... dan als daar een politicus in die wijk komt... die weer een beleefdheidsbezoekje komt brengen. Maar hoe win jij dat vertrouwen? Ja, dat is gewoon door de jaren heen zo gekomen. Ja, Moet je aan bouwen. Ja, daar moet je aan bouwen. Ja. Ja. En daar geldt je verleden natuurlijk ook bij. Hè? Ik bedoel, respect krijg je niet, dat moet je verdienen. Het feit dat je 3 wethouders en een burgemeester de laan uitstuurt... wekt dat ook vertrouwen bij de mensen? Nou, ze hebben wel gezien dat iemand zijn rug recht heeft durven houden. Want dat was helemaal niet leuk. Alleen, iemand moest daar optreden en de rest deed het niet. Dat ging allemaal over het Midi-theater in die tijd. Hè? Ook, jouw eerste periode, 2006, ook, 2010. Ook, maar heel veel problemen waren er toen niet... alleen het Midi-theater. Ja. Dat ging echt om veel meer. Maar in 2010 ben je er zelf bijna al onderdoor gegaan. Hè? Ja, op een gegeven moment zegt het lichaam tot hier en niet verder. Dus ik heb ook dat was eigenlijk misschien wel de beste beslissing achteraf gezien. Heb ik 4 jaar even terug moeten trekken om mijn gezondheid op orde te laten komen. En daardoor ben je toch weer op een andere manier gaan kijken. En is er ook wel van geleerd uit het verleden. Speelde die moord op Pim daar ook nog een rol in, waar je zo dichtbij stond? Ja, misschien geldt dat ook wel. Dat je dan eindelijk eens tijd neemt om dat een beetje te verwerken. Maar ook die 4 jaren waren zo hectisch in die politiek. En ik was natuurlijk daar maar gewoon zuiver heel open en eerlijk aan begonnen. Maar wat ik daar heb meegemaakt, dat is niemand toe te wensen. Want dat was die tijd waar dat woord karaktermoord... Dat was toen van toepassing. Ja, kijk, op de inhoud konden ze het niet winnen. En dat blijkt ook als je de wethouders als klein duimpje kunt wegsturen... en een burgemeester. Ja, dan gaat men maar op karaktermoord zitten. En dan mensen geloven dat. En de kranten, ja, die vinden dat leuk. Want ja, dat verkoopt goed als nieuws. Maar dat was niet de werkelijkheid zoals het echt was. Maar je bent toch wel milder geworden in de loop van de tijd? Nee, er wordt iets beter bestuurd. En daardoor kon ik ook milder worden. Want ja, waarom zou ik kritisch zijn als er goed bestuurd wordt? Ik bedoel, oppositie voeren, dat moet je goed doen. Dat wil zeggen, als het goed gaat, moet je gewoon ook meestemmen. Wij hebben 81% van de voorstellen deze periode mee gesteund... omdat die gewoon goed waren. Maar we hebben ons ook laten horen als het echt niet kon. Ja, dus de boosheid van Hans Smolders, waar is die gebleven? Je zegt zelf, hij is niet meer nodig. Nou, je moet natuurlijk alert zijn, want ik heb dat de afgelopen jaren ook gedaan. Dan was af en toe echt nodig dat mensen zomaar tussen de tandwielen van de overheid terechtkwamen. Maar dat geldt ook in de sociale kant van de zaken, maar ook een ondernemer. He, dat geldt eigenlijk heel breed. Nou, dan ben ik er en de mensen hebben dat gezien. Nu wordt het wel ingewikkeld in de Tilburgse politiek, want er zit een tweedeling in. Hè? Aan de ene kant Hans Smolders, aan de andere kant D66. En mensen, ik weet niet hoe jij tegenover D66 staat, maar die partij moet niet veel van jou hebben. Hebben ze ook gezegd, we gaan niet met Hans Smolders in één college zitten. Nou, heb je ze nodig voor dat college? Ja, maar de afgelopen 4 jaar hebben we hartstikke goed samengewerkt. Maar heb jij ze nodig voor een college? Ja, dat vind ik wel. Want een partij die 9 zetels heeft gehaald... kun je niet zomaar even aan de kant zetten. Die heeft een draagvlak in Tilburg. Maar dan heb je dus een partij nodig die eigenlijk nee zegt. Ja, maar dat is eigenlijk gekomen omdat tijdens de verkiezingen... men toch aandacht naar zich toe wou trekken als D66. En dan heeft gezegd, we willen niet met Smolders samenwerken. Maar ja, dat is wel gezegd. Ja, maar goed. Alleen verstandige mensen kunnen van beslissingen... terugkomen. Jij denkt dat ze dat veranderen? Alleen verstandige mensen kunnen van mening veranderen. En als ze dat niet doen, wat dan?
Ja, je kunt het toch democratisch niet uitleggen dat je een partij met 10 zetels, veruit de grootste, hè, want we zijn niet zomaar even de grootste, maar veruit de grootste, dat je die zomaar aan de kant schuift. Dat zullen die 16.000 kiezers echt niet pikken. Ja, maar er zit zo'n verkeer. Zij zeggen, Smolders heeft zo'n ander wereldbeeld dan wij. Die doet allemaal nijdig tegen moderne kunst en zo. Een draaiende huis ziet hij zitten. En dat vinden wij juist prachtig. Nee, maar als je echt drogredenen aan het zoeken bent, zijn die altijd te vinden. De overeenkomsten zijn mega groot. Bij andere partijen zoeken ze die drogredenen niet. Het CDA, daar staat hun beleid op ethische kwesties, staat haaks op D66. Pak het drugsbeleid, staat haaks op D66. Maar daar hoor ik ze niet over. Dus het is eigenlijk drogredenen zoeken. Maar laten we proberen alles weer naar de positieve kant te trekken na de verkiezingen. En hun hebben ook even tijd nodig om dat allemaal te laten zakken. Hier spreekt Hans Smolders, de bruggenbouwer. Bevalt het een beetje zo te praten, Hans? Ik ben heel mijn leven al bruggenbouwer geweest. Anders had ik nooit zo ver kunnen komen. Ook met mijn zaak niet. Ook met mijn topsport niet. Ik heb ook met mensen geijshockeyd waar ik misschien wel met andere mensen liever in een lijn had gestaan. Hè, op het ijs. Kijk, daar staat hij, de ijshockeyer Hans Smolders, nu we het er toch over hebben. Ja, dat klopt. Ja. Dat de rechts, hè? De man met de snor. Hè? Ja, mijn links is mijn broer. Ah. En we stonden alle twee in het eerste team van Tilburg Trappers, inderdaad. Ik was ondertussen aanvoerder geworden. En aanvoerder word je ook niet zomaar. Dan moet je ook diplomatiek zijn. Ja. Dan moet je zo'n team ook naar je hand kunnen zetten. Dus uiteindelijk heb ik dat al heel mijn leven. Alleen, politiek is toch een raar spel. En zo ontstaat er in Tilburg ook nog een soort Marijnse clan, maar dan Smolders, want jouw zoon komt er ook in, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, daar zitten ze, vader. Ja. Het is wel mooi om te zien. Het is sowieso een hele goede gast. En hij heeft bij 2 verkiezingen zei hij al tegen me, pap, mag ik niet meedoen? Ik zei, ben je nou gek? Ik laat jou daar niet tussen die mensen zitten. En nou, de derde keer, toen vroeg hij het echt weer. Ik zeg, nou ja, goed, weet je wat het is? Ja, we willen toch wel meer jongeren op de lijst. En nou ja, goed, ik ken hem door en door. Hij is goed opgeleid. Je kent hem als je eigen zoon, hè? Ja, ik, ja dat is hij ook. Ja, nee, zo simpel is het. En hij gaat mee helpen. Het wordt spannend in Tilburg. We gaan het volgen, Hans. Philippe Eilander. Ik heb er alle vertrouwen in, moet ik zeggen. Want ja, alleen verstandige mensen kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat D66 ook wel zo verstandig is dat ze een partij die zo groot is niet zomaar aan de kant kunnen zetten. Nee, het huidige college kan door zonder Hans Smolders. In theorie met 1 zetel meerderheid. Maar jij gaat ervan uit dat dat niet gebeurt. Dank je wel.